Welkom YouTubers, vandaag verwijzen we naar een teksttutorial waar verder uitgelegd wordt hoe je tot een keuze komt wat je nodig hebt voor het gebruik van lussen en controlestructuren. Dus waar gebruik je een if of een if-else, een for, een while, een do-while, etc. Dus we hebben hier op beeld nu de teksttutorial. En daar staat flowchart omzetten naar code. Nu, wat is flowchart? Flowchart is eigenlijk een onderdeel van het denkproces. Je denkt na over hoe je programma er moet uitzien. Wat er moet gebeuren in je programma. Moet er een lamp aangaan? Moet er een lamp uitgaan? Moet er een vraag gesteld worden over een sensor? Moet er een vraag gesteld worden over een drukknop? Etc. Nu, die blokjes die je daarvoor gebruikt, die zijn zeer eenvoudig. Je hebt eigenlijk maar twee zeer belangrijke blokjes. Het rechthoekje, daar staat in als er iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld zet lampje aan of lees drukknop in. En het ruitje. En in het ruitje wordt er een vraag gesteld. Die vraag beantwoord je alleen maar met ja of nee. Dus bijvoorbeeld is er een drukknop ingedrukt? Ja of nee. Is de sensor hoger dan 500? Ja of nee. Enzovoort. Nu, als je die zaken beredeneert, dan kom je eraan dat je een bepaalde figuur krijgt. En de eerste figuur die je ziet is bijvoorbeeld, is de knop ingedrukt, zet het lampje aan. Dan zie je, als het ja is, gaat het programma verder met een blokje. En als het nee is, gaat het programma opzij. Als je deze structuur ziet, dan zie je dat dat de if is. Als de voorwaarde voldaan is, doet er iets. Als het niet is, gebeurt er niks. Nu iets verder zie je dan, als er niks is, wordt er iets anders gedaan. Dit is de typische if-else. Als het ja is, doe je het lampje aan. Als het nee is, doe je het lampje uit. Dan heb je ook al de if-else-if gezien. Als de noodstop aanstaat, dan staat alles uit. Dus als de noodstop geactiveerd is, is alles uit. Is de noodstop niet geactiveerd, dan zal bij de startknop de machine aanstaan. En als er niet op start staat, de machine ook uitstaan. Dus dat is een if-else-if structuur. Dus als de eerste vraag ja is, ga je iets doen. Is de eerste vraag nee, stel je een tweede vraag. Nu, die if-else-if kan ook een switch case zijn. Daar komen we in een aparte tutorial op toe. Maar vandaag zou ik het willen hebben over de while en de do while structuur in een volgende tutorial. En dit is het specifieke. Tot voorgaande structuur zag je niet dat de pijl terugkeerde naar boven, wat dat hier wel het geval is. Dus je gaat op een bepaalde plaats in je programma blijven hangen. Nu, wat is het hier? Hier stel je een vraag. Is de knop ingedrukt? Als de knop is ingedrukt bijvoorbeeld, dan gaat er iets gebeuren. En nadat er iets gebeurd is, wordt die vraag direct terug opnieuw gesteld. Dus het programma loopt niet verder. De vraag wordt direct opnieuw gesteld. Zolang dat die vraag nog ja is, gebeurt de gebeurtenis opnieuw enzovoort. Vanaf dat de vraag fout is, loopt het programma pas verder. En bij een do-while gaat er eerst iets gebeuren en dan pas wordt de vraag gesteld. Is de vraag juist, gaat het weer gebeuren en wordt de vraag opnieuw gesteld. Als de vraag fout is, loopt het programma pas verder. En dit zijn typische lussen, waardoor je bepaalde stukken opnieuw en opnieuw en opnieuw blijft herhalen. In tegenstelling tot de for loop, weet je hier niet hoeveel keer iets uitgevoerd wordt. Bij een for loop weet je dat wel, want je zegt zoveel keer die code uitvoeren. Hier weet je het niet, want het is afhankelijk van je vraagstelling. En je vraagstelling kan zijn, is er een knop ingedrukt? Kan zijn, is de sensor lager dan zoveel? Dat kan van alles zijn. Een bepaalde voorwaarde. Ziezo, dit is een uitleg van hoe dat het in de flowcode eruit ziet. Wij gaan nu in de volgende tutorial de while en de do while uitleggen hoe dat je dat dus best gebruikt.
En we gaan verwijzen naar deze tutorial, want een while of een do while kiezen is een moeilijke keuze. Dus we gaan jou daarbij helpen.